De wetten toezicht bank en kredietwezen en herstel en afwikkeling kredietinstellingen zijn gisteren in de Nationale Assemblée met 35 algemene stemmen aangenomen. BEP-parlementariër Ronnie Asabina, die ontevreden is over enkele zaken, heeft gezien het belang van deze twee wetten onder protest voor de wet gestemd. NPS-fractieleider Gregory Rusland erkende, als alle andere fractieleiders, dat deze wetten alles te maken hebben met ons financieel huishouden. Verder zijn deze wetten ook belangrijk in het kader van het National Risk Assessment, NRA. Is in relatie ook met de NRA-regelingen en dergelijke die heel belangrijk zijn voor ons land. We leven niet op een eiland. We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat we niet geïsoleerd raken en dat in ieder geval onze zaken, ons functioneren als land, in ieder geval in deze wereld, in deze omgeving, zonder problemen verder loopt. We hebben geluisterd naar de antwoorden vanuit de regering. We weten dat er nog een heleboel issues zijn, zoals naar voren gekomen, die ook natuurlijk niet direct te maken hebben met deze wetten. Wij verwachten dat die issues toch wel in de komende periode op tafel gelegd worden. Zullen worden, dat daaruit natuurlijk hopelijk de juiste maatregelen, de juiste antwoorden zullen komen. Gezien het belang van deze wetten hebben alle fracties hun medewerking verleend om deze goed te keuren. Vicevoorzitter van DNA, Deo Charman, benadrukte dat de wetten zullen bijdragen aan het vertrouwen, de integriteit en de betrouwbaarheid van het Surinaams financieel systeem.